Yo, Misjeraskier en welkom bij eventjes een heel andere video dan natuurlijk normaal gesproken op mijn kanaal. Want vandaag wil ik jullie weer eventjes mededelen dat er op dit moment reclame is op mijn webshop. En dat mijn webshop ook een tikkeltje veranderd is met nieuwe designs. En ik wil jullie ook laten zien um, hoe het werkt. Want heel veel mensen die zeiden tegen mij op de vorige reclame die ik had van um, Jan. Ik weet niet welke maat ik moet pakken. Ik weet niet hoe ik de kleur moet veranderen. Um, ik weet niet waar ik de couponcode moet gaan invoeren. Dus ik dacht van weet je, ik ga er vandaag gewoon even een video over maken. Je kan 20% korting krijgen op al je aankopen. Op welk product dan ook. Um, een pet, een muts, een t-shirt, een trui, een sweater, op alles. 20% korting bij een minimale besteding van 30 euro. En de actie loopt tot 5 augustus. Of van 5 augustus tot 12 augustus. Dus precies een week. Van dinsdag tot dinsdag. En de couponcode is HITTEVRIJ20. Ik zal het ook allemaal nog natuurlijk achterlaten in de beschrijving. Dus dan kan je gewoon copy-paste de couponcode doen. Maar mijn webshop is natuurlijk, ik zal er ook even heen gaan voor jullie scherm. Jarraskigaming.spreadshirt.nl Ik kreeg ook heel veel vragen. Hoe zit het precies met de levering? Hoe zit het met de betrouwbaarheid? Maar Spreadshirt.nl of Spreadshirt.com is een wereldwijd bedrijf. En dat bedrijf dat levert ongeveer binnen vier dagen. Maar het komt zoals ook uitlopen tot ongeveer acht, negen werkdagen. Ligt er natuurlijk maar net aan hoeveel bestellingen ze krijgen. Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Um, als jij niet het bepaalde truitje wil die jij hebt besteld. Of hij past niet. Of het klopt iets niet. Dan kan je hem gewoon terugsturen. En dan sturen ze daarna gewoon een nieuwe op of een andere maat op. Dus het werkt echt gewoon heel erg makkelijk. Maar hier zie je natuurlijk mijn webshop. En um, ik heb sowieso de prijzen wat verlaagd, dus um, dat is natuurlijk helemaal ideaal. En dat komt door Young Designs, want Young Designs die hebben eventjes allemaal vectorbestanden voor me aangemaakt, daardoor kon ik de prijs wat naar beneden halen, omdat dat uh, andere designs zijn. Is... Ik weet niet hoe dat allemaal zit. Sowieso wil ik natuurlijk nog eventjes Cave Motion bedanken voor wat designs en voor mijn nieuwe intro en outro. Ik wil Young Designs bedanken voor het omzetten van de plaatjes. Ik wil Shotop.nl en Richard van Medes bedanken voor een paar designs. En als het goed is, vergeet ik er niet één. Een... Nee, die mensen wil ik nog even natuurlijk bedanken. Maar op mijn webshop zie je natuurlijk alles staan. Hier zie je gewoon uh, een teddybeer, een bekertje. Nou ja, dat is gewoon, uh, gewoon even wat random shit, weet je, om het een beetje leuk te maken. Nieuwe producten zijn dit. Je hebt ten eerste een wintermus met Yara erop. Dus dat is natuurlijk uh, wel leuk als je dit wil. En een pet erop met Yara erop. En natuurlijk Yara, nou, dat is gewoon uh, wat bij mij hoort. En dan heb je natuurlijk gewoon de oude vertrouwde shirts. Yara shirts, Yara shirts, Yara shirts. Yara shirts. En nieuwe shirts, Hierdo. Super showy. Zo noem ik dit logo. Is gemaakt door ShotUpNL. Hij ziet er best wel mooi uit. En het is gewoon een foto van Zoe. Beetje omgezet in cartoon. En ze hebben natuurlijk een cape op. Waardoor je ook kan zien uh, dat ze dat is gewoon super Zoe. Ze kan vliegen. Ze kan van alles doen. Ze heeft super power. Natuurlijk mijn YouTube logo. Dat is ook Zoe bij de way, Is uh, overgezet. En is heel mooi uh, door een designer gemaakt. Met hele mooie details. Ook gewoon op het shirt zelf. Krijg je ook gewoon alle details te zien. Als je andere video's van me kijkt. Dan uh, zal je ook wel zien dat ik dat shirt bijvoorbeeld aan heb. Jaraski, GTA 5 natuurlijk. Griekse ei van Jaraski. en Jaraski mooi zo erin gezet. Nieuw logo. Een wolf of een husky, hoe je het ook wil noemen. Met de omtrek van de vacht en van het hoofd. Ik vind hem er heel erg mooi uitzien in het wit met paars op de achtergrond. Maar je kan hem natuurlijk ook nemen in het zwart. Dus je kan kiezen of je wit of zwart wil als je zo'n t-shirt of wat dan ook wil. En dat is ook een nieuw design gemaakt door Cave Motion. Dit is natuurlijk het oude design. De Griekse ei en de Griekse ei met Yara Army eronder. Nieuw design. huskietje. Heel mooi gemaakt door. Ik ben zijn naam vergeten. Sorry, maat, ik ben je naam vergeten. Sorry. Sorry. Maar heel mooi design gemaakt. Beetje overgenomen van een andere afbeelding die ook op Google stond. Maar geheel zijn eigen tint er aangegeven. En natuurlijk uh, een mooie Husky. Ik vind hem wel vet geworden. Dus uh, mooi blauw oog natuurlijk. Hoort ook bij Zoe. Dus uh, prachtig. Oh my god, natuurlijk. Die shirts heb ik zelf ook thuis liggen. Die vind ik wel vet. Oh my god. Gewoon, dat klinkt zo lekker uit de mond. Oh my god. Hier nog een nieuw design. Dat staat op favorite YouTuber Jaraski sinds 2012. En watch out voor Jarasky. Dit is ook weer gemaakt door Young Designs. Ik ben echt serieus alle namen vergeten. Sorry jongens. Maar ik zal het wel in de beschrijving zetten wie alle designs hebben gemaakt. Want anders uh, raak ik echt helemaal in de war gewoon. Maar dat is ook een nieuw design. Ik vind hem er ook wel mooi uitzien. Mooi in het blauw. Zwarte achtergrond als je dat wil. En dan hebben we natuurlijk ook nog eens een pagina 2 als je daar naartoe wil. En uh, daar staan volgens mij nog de oude designs op als ik het goed heb. Moet je natuurlijk eventjes laden, maar um, hier zijn nog oude designs. Campertje natuurlijk. Iedereen haat campers, maar als je een camper bent, nou, dan kan je een campershirt nemen. Dan weet iedereen dat je een camper bent. Pissflek natuurlijk. Fucking pissflek. No camping. Alleen het camping logo. Koekje erbij. Is ook wel grappig, gewoon een koekje. Dus als je iemand een koekje wil geven, nou, dan geef je hem die try. What the fuck, gemaakt door ShotUpNL. Game over. Boom shot, Woop woop. Controller, Jaroski Gaming. En nog een design gemaakt door ShotUpNL. En uh, ja, die ziet er ook wel vet uit. Het is een beetje een wat andere stijl natuurlijk. Maar, ik zal nog heel even snel laten zien hoe je de kleur kan veranderen. Uh, hoe je een bepaalde maten moet selecteren, et cetera, et cetera. Want daar kreeg ik wat vragen over. Je hebt natuurlijk gewoon de shirts staan. Ik heb het zo ingedeeld op mijn webshop. Linker kolom, helemaal links, is allemaal de maten. 5 keer XL tot en met smal. Allemaal. De hele linker kolom. Allemaal. De tweede kolom er zijn kindermaat, dus als je misschien wat jonger bent, echt gewoon redelijk jong bent, heb je gewoon als je 8 jaar bent bijvoorbeeld gewoon echte echte kindermaat. Als je nou bijvoorbeeld 12 jaar bent, dan kan je het beste dus de linker kolom nemen en dan de small. De small die pas je dan waarschijnlijk wel als je ongeveer 12-13 jaar oud bent. En natuurlijk nou als je even oud als mij bent medium large. En uh, nou, als je een volwassen man bent, ik heb geen flauw idee, kan je, je 5 XL nemen. Ik heb natuurlijk ja, geen flauw idee. derde kolom is voor vrouwen. Vrouwen t-shirts. Ook gewoon van small tot en met 3 keer XL. Zien er ook altijd wel mooi uit. Met natuurlijk dezelfde designs. En de hele rechte kolom. Zijn truien en sweaters. Van de maat small tot en met dubbel XL. En uh, ja, die vind ik er altijd wel mooi uitzien Deze sweaters die pakken wat kleiner uit. Dus de sweaters zonder capuchon. Die pakken wat kleiner uit. Dus als jij... Uh, medium koopt, terwijl je eigenlijk large nodig hebt. Dan pas je hem waarschijnlijk niet. Dus je moet dan altijd, als je net tegen large aanzit, wel large nemen. Omdat deze wat kleiner uitpakken. De normale truien, dus gewoon de mannen sweater met capuchon. Die uh, zijn gewoon normale maat, zeg maar. Dus uh, als je small hebt, moet je ook gewoon small nemen. Als je large hebt, moet je ook gewoon large nemen. Etcetera, etcetera. Uh, voor de rest, wil je de kleur veranderen? Heel erg makkelijk. Je ziet hier gewoon alles staan, natuurlijk. En uh, hier heb ik een zwart Jara logo. Wil je hem in het rood? Klik je op de rode kleur. Bam. Wil je hem in het blauw? Klik je op de blauwe kleur. Bam. Kan je nog meer kleuren selecteren. Bruin. Groen. Van alles en nog wat. Dus je kan heel makkelijk zelf je eigen kleur selecteren. Als je dat natuurlijk ook wil. En als laatste, als je dan een shirt hebt besteld. Nou, we zullen wel even petje bestellen. Um, in de winkelmand. Moet je eventjes natuurlijk laden. Bam. Staat hij in je winkelmand. Heb jij hier je mooie mandje. En dan kan jij als je verder gaat naar de kassa. Kan je natuurlijk afrekenen. Maar dit is het leuke. Maar je hebt hier de couponcode staan. Het is een beetje onduidelijk soms, maar hier staat de couponcode onder zeg maar je bestelling en dan moet je dus invullen in hoofdletters Hitte vrij 20 en dan krijg je 20% korting op je aankoop bij minimale besteding van 30 euro. Dus um... Ja, ik wil jullie natuurlijk wel updaten als er een reclame komt. Als je dan een shirt wil kopen en je vindt het misschien een beetje te duur. dan uh, zal ik jullie wel gewoon door dit soort video's steeds up-to-date houden. Als er een mooie aanbieding is. als de prijzen wat zijn gezakt. en uh, misschien kan je hem dan wel kopen en kan je hem dan wel betalen. Want uh, dat is natuurlijk wel handig als je een beetje korting krijgt. En we zijn nou eenmaal Nederlanders. dus elke korting die we kunnen krijgen. die pakken we gewoon. Maar! De couponcode die loopt van nu. tot en met de 12e. 12 augustus. 11 augustus ben ik jarig. Dus uh, eigenlijk gewoon tot en met mijn verjaardag. Komponcode is hitte 20 20% korting op al je aankopen Maakt niet uit wat je koopt En um, het geldt alleen bij een minimale besteding van 30 euro Dus uh, ik hoop dat jullie dit leuk vonden Ik heb een beetje uitgelegd wat het allemaal is Als je nou 12, 13 jaar oud bent En je kan niet kiezen tussen de kindermaten Of tussen de small maten Kan je het beste altijd smal nemen En denk je nou echt van Holy shit hij pakt heel erg groot uit Dan kan je natuurlijk altijd ervoor kiezen Om hem terug te sturen en misschien een kleinere maat te nemen. Dat is geen probleem. Dan moet je eventjes Spreadshirt contacteren. Dan moet je even eventjes een mailtje sturen. Wordt allemaal geregeld. Kan je het terugsturen. En um, dan komt het natuurlijk wel goed. Ik ga er verder niet over. Dus als je een probleem hebt. Dan kan je het naar mij toesturen. Dan kan ik het ook weer doorsturen naar Spreadshirt. Maar het handigste is gewoon om natuurlijk Spreadshirt een mailtje te sturen. Want zij maken ook de shirts. En ik kan je garanderen. Dat het natuurlijk allemaal er mooi uit komt te zien. Hoe jij het plaatje hier ziet. De Super Showy. Griekse eieraski, nieuwe logo van de Husky. Uh, Griekse eister, Jaren Armyster, Huskietje. Zo komt het ook op je shirt te staan. Dus uh, als er nou iets fout is, of het is echt gewoon niet mooi gebeurd, wat nog nooit is gebeurd bij mij, dus uh, dat is natuurlijk mooi, dan kan je hem altijd terugsturen en krijg je gewoon een nieuwe. Dus uh, zo moeilijk is dat allemaal niet. En uh, ik hoop dat jullie iets hebben geleerd van deze video. Voor de mensen die natuurlijk het natuurlijk niet snapten: komponcode 5 augustus 12 augustus. Als je een shirt wil kopen, mag dat. Ik zeg natuurlijk niet dat het moet. is dus gewoon even een video om te laten zien hoe het moet. Want uh, sommige mensen snapten niet waar ze de komponcode moesten invoeren, et cetera, et cetera. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je het grootst, geef een duimpje omhoog. En uh, ja, stuur me een selfie als je een shirt hebt gekocht. Want ik ben best wel benieuwd uh, welke shirts jullie hebben gekocht. Hoe die eruit ziet, natuurlijk, bij jullie. En uh, stuur me dan zo mooi. Een selfie op, en dan, uh, dan zal ik je wel retweeten op Twitter. of dan zal ik je wel in een video propen of wat dan ook. Mensen, bedankt voor het kijken. Bij mij.